Nederlanders zitten altijd in de verkeerde oorlog in het verzet. Of in het verkeerde verzet in de oorlog. Ja, maar nu is niet de tijd om principieel te doen. Want hier heb je gewoon geen ene kloten over te zeggen. Nee. Als de Duitsers nou binnen waren gevallen, dan, maar daar stond ze ook niet op museumplein. Nee. Dat is veel te gevaarlijk. Ja. In deze tweede serie Spoonk zoek ik artiesten en kunstenaars op om eens te kijken hoe het met ze gaat. En hoe zij tekst en woord gebruiken. Hoe vertellen zij wat ze te vertellen hebben? Spoonk. Ik voel me wel eens machteloos. Ja, maar ja, dat moet ook, want jij bent vrouw. Oh. Dit is toch mooi, hè? Het is gewoon mijn werk, hè, dit. Nee, serieus. En natuurlijk iedereen voelt zich toch machteloos. Je wordt machteloos geboren, omdat je weet van... Dus als je op een bepaald moment besef indaalt dat je sterfelijk bent, ja, daar word je echt machteloos van. Want er is nou niks aan te doen. Maar we moeten die kant op.